Die toekomst is digitaal. Maar we kunnen er twee richtingen mee uit. Want elke machine kan ons bevrijden en bedreigen. Ja, dat weten we ondertussen. En ook die digitale technologie kan dat. De vraag is, het wordt wel eens tijd dat wij zelf die toekomst in handen nemen. En dat bedoel ik wij. De mensen. Ja, overheden en organisaties en bedrijven moeten ook mee. Maar wij, de burgers, het is toch onze toekomst. Wij moeten het in handen nemen. Nu vraag je waarschijnlijk, ja, hoe dan? Ik hoor je roepen. Hoe dan? Ik ga 3 tips geven. 3 tips om de toekomst meer humanistisch in plaats van mechanistisch te maken. Voor een humane, digitale toekomst. 1. Waardeer je eigen aandacht. Ik stel jou de vraag, geef jij waarde aan je aandacht? De digitale wereld is een wereld van te veel. Er is plots op enkele jaren tijd van alles te veel. Te veel films om te bekijken. Te veel muziek om allemaal te beluisteren. Te veel mails om te verwerken. Oh, te veel nieuws om te volgen. Te veel verhalen om te geloven of te wantrouwen. Welkom in de wereld van overvloed. We hebben te weinig de tijd om het allemaal te doen. Dus er is een soort internationale jacht georganiseerd op onze aandacht. De beste, slimste koppen van de wereld worden bij elkaar gezet om op onze aandacht te jagen, als een bitcoin. Daarom zeg ik, waardeer je eigen aandacht. Zorg dat jij de bewaarengel van je aandacht bent. Geef de waarde aan je aandacht. Het is een eenvoudige vuistregel, maar het is heel moeilijk om te doen. Ik worstel er elke dag mee. Maar toch, zeg het tegen jezelf. Is dit mijn aandacht waard? Geef jouw aandacht de aandacht die het verdient. Human.